Als dit lukt, dan vreet ik echt mijn pet op. Ja. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Wij zijn vandaag benieuwd of wij onder onze werkzaamheden kunnen uitkomen door een dubbelganger in te zetten. Want de situatie is zo. Wij zijn uitgenodigd voor een radioshow vanavond, van 7 tot 8. Mega ongunstige tijd, toch? 6, 7, 8, dan wil je gewoon lekker thuis zitten met je vrienden, vrouw, kind, biertje erbij, je wilt chillen. Je wilt gewoon onder je werkverplichting uitkomen. Ja, en dat gaan we dus vandaag dan ook doen. Ja, maar daar hebben we wel iets voor nodig en dat is zeg maar dubbelgangers. Mensen die het interview voor ons kunnen afleggen. Ja, die sprekend op ons lijken. Ik ben heel benieuwd wie ze hebben uitgekozen. Dit is Alex. Yo. Alex gaat vandaag door het leven als jouw dubbelganger. Hij was toch wel echt de beste uit de aanmeldingen. Ja. Nou, het is natuurlijk niet één op één, inderdaad. Je hebt gelijk. Alleen ja, hij heeft dan geen rood haar zoals jij hebt. Toevallig heb ik al eerder een keertje iemand zijn haar geverfd op dit kanaal. En laat ik nou nog een spuitbusje over hebben. Hey, dit mag. Echt? Ja, dan ben ik een echte redhead. Nog één ding wat belangrijk is om te weten. Once you go red, you don't want anything else in your bed. Dus, jij gaat scoren vanavond. Ik heb een vriendin, maar het gaat vast goed komen. Ik denk dat ze het uit gaat maken als je je ziet. Dit is toch top? Ik ben tevreden zo. Ja? Ik wil je nog wel even één ding meegeven. In de tussentijd, bekijk Bram goed. Bestudeer hem, kijk hoe die staat, kijk hoe die praat, kijk naar zijn houding. Probeer het een beetje te imiteren, zodat je zo meteen ook echt je Bram voelt. Ja? Oké, okay, ja. Dan gaan we nu naar die van mij. Komt goed. Hey man, ik ben Joost. Joost. Top, jij bent vandaag mijn dubbelganger. Jij heet ook echt Joost? Ik heet geen Joost. Oké, je stelt je gewoon voor als Joost. Ik heet David. Jij bent gewoon gelijk al in je rol. Maar eigenlijk heet ik Joost, ja. Wat gruwelijk, je hebt wel echt een goede uitgekozen. Dat dacht ik. Alleen ik zie nog wel wat verschil. Ja, jij hebt dan het geluk dat je nog een stuk betere haargroei hebt dan ik. Kijk, ik ben dan wel echt kalend. En jij hebt nog echt een lekker kapseltje. Eigenlijk moet ik ook al. Nou, als je het zelf voorstelt, wil ik best wel een inham bij jou scheren hoor, als je het niet erg vindt. Dit vind jij oké? Okay? Hier ben je oké mee? Dat wil ik echt even checken. Millimeter, dat vind ik goed. Ik zou zeggen, laten we beginnen. The making of Big Jossa 2.0. Ik denk dat het wel tijd is om het even kort te hebben over wat is nou eigenlijk typisch ik. Jij zegt altijd aan het einde van een zin, ja toch. Ja toch. Ja toch. Ja toch. Oké, dus goed onthouden hè. Heel veel ja toch. Wat er wel dik in zit, is dat ze misschien even aan jou gaan vragen of je ook zou kunnen rappen. Want je bent toch Big Jossa, weet je wel? Ja. Op nummer 1 binnen, met meer te plaatsen. Ken je het nummer een beetje? Sommige stukken. Dus ik denk als ik het even een half uurtje in me opneem, denk ik dat het wel lukt. Kom binnen met mijn eerste plaat. Op nummer 1 binnen. Met mijn eerste plaat. Lekker man. Ja, ik ken het nummer wel, alleen ik heb het zelf. Oké, maar het is even goed om zo meteen te oefenen. Ja, het is wel gewoon live op de radio. Ja. Ik ga even met David F.V. praten. Kan hij mij een beetje leren kennen? Ik denk dat het ook misschien wel fijn is om voor jou en Alex even één op één tijd te hebben. Dan kunnen jullie ook alvast een beetje gewoon met elkaar inkomen, zeg maar. Ja, goeie man. Ga ik dat even doen? Hey, Joost, altijd Bram succes wensen, David. Ja toch, succes. Ja toch. Ja toch. Oké, Alex. Ja. We zitten daar zo meteen om te gaan verkondigen dat vanaf volgende week dit kanaal niet meer Gierige Gasten heet, maar Nieuwe Gasten. Oké, spannend. We blijven gewoon elke week nieuwsgierig maken, maar dan wel op een hoger level. Het wordt gewoon next level shit, gewoon echte vette onderzoeken, gruwelijke onderwerpen en met even een net lekkere frisse wind door. Ja. Oké, ben benieuwd. Dus dan mag je straks vol enthousiasme over gaan vertellen. Ja. Gaat het goed komen? Gaat helemaal goed komen, man. Top, man. Ik heb vol vertrouwen. Top. Kijk, ik heb hier wel een kalend plekje. Dat zou het wel afmaken, want ja, heel eerlijk, het valt er wel uit. Als je het echt goed wil doen, dan neem je ook die inhammen. Doe maar. Inhammen? Ja, doe maar. Zo, inhampie. Hier ook nog een inham. Zo. En dan hier achterop is bij mij ook, ja, dat is gewoon één groot gat. De welbekende vleespet. Zo. Sprekend. Ik heb wel de zijkanten iets korter. Kijk maar. Zou ik bij jou ook wat korter doen? Ja, is goed. Dan is dit het. Nice. David? Voor jou is het Joost. Ja, zeker waar. Het is alsof ik een spiegel voor me heb staan. Petje op. Lekker man. Dit is? Ja, het is
Big Jossa. Dit is Big Jossa, de enige echte. Het is zelfs vleespet hier, als check. Joost. Ja, hop, het cirkeltje wat hier mist. Het is gewoon helemaal, helemaal goed. Nu hebben we bij Alex iets een beetje oranje uit het haar gehaald. Ja, je moet gewoon vol enthousiasme, dat je helemaal zin hebt in deze nieuwe uitdaging. Ja, en je bent gretig naar volgers. Dus ja, als je de kans krijgt om je Instagram erin te slingeren, dan doe je dat. Ja. Ongegeneerd zeg je @BramBossen. @BramBossen. Ja. Ja. Maar goed, jongens, het is wel even belangrijk, want het uiterlijk is één ding. Je moet ook een beetje jezelf voelen als Bram en als Joost. En als Joost inderdaad, klopt. Ja, kijk, we hebben het even gehad. Ik rap. Ja, klopt. Ja, ook op de radio, vrij hoog niveau. Ja, dat... En jij zei dat je de tekst niet helemaal kende. Ik denk dat het handig is voor jou dat jij de tijd die we hebben tot het interview, ja, even goed die tekst gaat oefenen. Ga je hem ownen? Ga ik hem ownen, ga ik hem helemaal klaarmaken. Ja, toch. Ja, ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. Nummer 1 binnen, met mijn eerste plaat. Ik verklaar uw oorlog aan die sukkels van de straat. Binnen met mijn eerste plaat. Ik verklaar die oorlog aan die sukkels van de straat. Hoe gaat het met zenuwen, jongens? Ja, gaat goed. Weet u nog wie we zijn? Joost Kuijmer. Prachtig. Bram Bossom. Daar hoort maar één ding bij, hè? Dat is deze gele jas. Mijn welbekende jas. Nou, als je deze aantrekt, jongen. Dit is Bram. Ja. Oké, jongens, zometeen gaat het gebeuren. Om 7 uur is de radioshow. Het is nu 7:10. We gaan expres laat naar binnen. Daar hebben jullie zo min mogelijk contact aan de voorkant, waardoor je ook minder kans is dat je gepakt wordt. Onthoud één ding, als we een vraag aan jou stellen, zij weet het antwoord ook niet. Nee, cool. Dus als jij het antwoord zelf ook niet weet, kan je gewoon wat zeggen. Dat is gewoon heel makkelijk. Ja, dus als jij niet weet waar ik vandaan kom, verzin wat, want dat weten zij ook niet. Nee, dat gaan we doen. Lekker, jongens. En er is ook nog een dingetje. Ja, mag jij een aankondiging doen? Dit is wel een primeurtje hoor, Medialand. Ja. Hou je vast. Ik ga stoppen bij Gierig Gasten. Wordt vervangen door deze knappe vent. Hij heeft me eruit gebonjourd. Ja. Je mag bij die radioshow best wel even boos worden op Bram. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, en je weet hè, Boulevard zo gaan die overschrijven. Dus, dus we gaan ons best doen. Zeker. Mooi primeur. Ja. Zeker. Primeurtje, primeurtje. Ja. Nog één ding vergeet zeggen, er zijn geen camera's daar. Dus jullie krijgen de hele cameraploeg mee. Als ze erom vragen waarom de cameraploeg mee is, is gewoon voor onze socials. Social media, toch? Ja. Dus hoort er gewoon bij, niemand kijkt gek, kijkt gek op. Dat komt natuurlijk omdat we dus omgaan naar het nieuwe kanaal. Dus, toch? Ja, nieuwe gasten. Precies. Nieuwe gasten, nieuwe video's, nieuwe kwaliteit content. Ja, ja, hoger level, hè? Ja, next level content. Ze zeggen jongens, heel veel succes. Succes. Ja, dankjewel. We gaan bier drinken. We gaan bier drinken. Dat is het hele idee, toch? Ja. Als dit lukt, dan vreet ik echt mijn pet op. Ja. Die gast lijkt zo niet op jou. Nee, die andere lijkt wel op jou, Joost. Ja, dat is wel echt zo. Wij zijn nu wel onder onze verplichting uitgekomen. Precies. Wij kunnen gewoon lekker even chillen. Maar ik ga ook even zeker luisteren hoe dit interview gaat. Ja, ik ben heel benieuwd wat die gast gaan zeggen. Ja. Dit wordt hilarisch. Hallo. Hi. Welkom, hoi. Welkom. Hoi, hoi. Hoi, Julia. Hoi, Kevin. Hoi. Jullie zijn in MSC, hè? Yes. Kijk. Goed, lekker jullie kwamen. Oké, Wild FM. Nou, je hebt de biertjes gescoord, Joost. Ja, geniet ervan. Lekker bezig, dankjewel. Cheers. Cheers. Op een werkloze avond. Heerlijk. Oké, ik heb als intro gewoon van... je begon als schoolproject, nu inmiddels rond de 445.000. Ja, klopt. Exact. Ja. Ja, ze hebben helemaal niks doen. Ik kreeg net een berichtje van de cameraman. Die zegt, ze heeft geen idee. Hoor je net stiekem aan een collega vragen wie is, omdat ze ons niet kent. Dit is stop. Ja. Dit is precies wat we willen. We gaan naar dit nummer, jullie kunnen vast zitten hoor. Top. Maar het belangrijke is denk ik in de eerste spreek, dat het nog niet dat ik zeg van joh, waarom zijn jullie hier? Dat je vertelt, we hebben groot nieuws, maar nog niet alles kwijtgeven. Nee. Dat we dan later... Ja. Weet je wat erg is, ik nu pas bedenken? Nou. Hier zit helemaal geen beeld bij. Dus... Wat hij zo meteen zegt en iemand luistert dit. Dit kan gewoon voor pure waarheid worden aangenomen dat ik dit zeg. Ja, dat is jouw probleem. Ja, maar dit probleem heb jij ook. Dat is waar. Enemy, hoorde jij hier op Wild FM. En inmiddels in de studio aangeschoven. De gasten van Gierige Gasten. Ja, ja. Welkom, welkom. Gierige Gasten gaat binnenkort veranderen. Zeker kom je uit Limburg. Wij
Wij worden niet gierige gasten, maar wij gaan van naam veranderen. Er komen wat mensen bij. Er stopt iemand van de oude gierige gasten. Spannend, spannend. En nu doen we het hashtag nieuwsgierig. Gaan we de straat op om te vragen, wat vind jij hiervan, wat vind jij daarvan? Dit doen we helemaal niet. Dit gaat fucking goed. Ja, dit gaat echt fucking goed. Dit is precies geen idee. Nee. En Alex, hè, Bram, ja, die doet lekker het woord. Joost, die bevestigt af en toe met een ja. Ja, toch. Ja, toch. Ja, ik ben toch wel benieuwd, ja, als je die naam hebt, wie dan daadwerkelijk het gierigst is van jullie. Ja, zo. Dus ik heb 4 producten gehaald bij de supermarkt. En aan jullie de vraag hoeveel dit in totaal heeft gekost. Ik ga het even met jullie doornemen. Het is een afwasborstel, een babyhapje, de whisky cocktailsaus. Heel lekker. Toevallig wat die kost. Ja, ja. Ik weet toevallig wat die kost. En hoeveel heeft dit, deze 4 producten, bij elkaar gekost? Ik denk 4,75 euro. 3,80. Nou, nu wordt het wel spannend natuurlijk. Want deze 4 producten, die hebben bij elkaar gekost 4,67 euro. Ja! Oh, okay. En dat betekent dat jij, jij wint en dat jij als prijs alle producten mee naar huis krijgt. Nice. Nou, nice. Dat is lekker, toch? Dat is lekker, daar ben je blij mee. Vooral dat babyhapje, denk ik. Ja, dat is lekker. Hebben we hebben toch nog iets van onkosten vergoeden voor die jongen. Ja, houdt hier toch nog wat van over aan die innamen. Ja, ik moet hier toch even wat wegrechttrekken, hoor. Ja. Ik moet hier toch even wat wegrechttrekken. De app die stroomt hier namelijk vol met... Je wordt in de maling genomen. Ik krijg een appje naar het andere appje binnen. Joh, dit zijn niet de gierige gasten. Zijn we dan door? Moet ik je heel eerlijk vertellen dat ik dit niet kijk. Okay. Maar trek dit even recht, alsjeblieft. Word ik hier nou gewoon raar live geprankt? Door mij niet in ieder geval. Nee. Oh ja, nu zijn we prankers. Nee. Oké, nou, dan ga ik door. Ja, dan ga ik maar gewoon door met die gassen. Joost Kaima, volg me trouwens op Insta. Wel lekker dat die gassen gaan doorgaan. Nou, dan gaan we door waar we gebleven zijn. Maar vertel, over die naam die gaat veranderen. Kan je daar nog een tipje van de sluier bij geven? Ja. Ja. Gierige gasten, de naam verdwijnt. Maar er gaat nog iets verdwijnen. En daar wil Joost even iets over vertellen. Ik ga weg bij de gierige gasten. Oh nee. Ja. Oh nee. En mijn Joost... maakt mijn taak over. Ja, Bram, ik dus, gaat er vandoor met het baantje van Joost. Joost stopt. Okay. We hadden altijd Martijn, Niels en Joost. Daar is Bram, ik dus bijgekomen. En Joost die stopt ermee, die gaat iets nieuws doen. Ik krijg nu een DM. Hij zegt, yo Goos, er zijn dus nu 2 gasten op de radio die zich voordoen als Joost en jou. Is dit een opdracht of zijn jullie gewoon in aan het fucken? Oh, 12 april gaat het platform van start en dan is alles online. En alles te vinden over nieuwe gasten. Ja, en ik krijg een andere baan, dus ja. Wat ga je doen? Wat ga je doen als ik vraag mag? Daar kan ik eigenlijk niet te veel nog over vertellen. Oké. Okay. Daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Maar ik heb een nieuwe gasten. Ja, heel graag. Ik moet even het personeel facetimen. Dat ga ik even doen. 1 minute later. Maar in de tijd dat ik gierige gasten keek, hadden ze nog niet zo'n accent. Nee. Wat wil je weten? 100% niet. Wat? Nee. Nu ben ik zeker dat ik in de maling te nemen. Wat wil je weten? Wie zijn jullie wel? Volgens mij worden we uit de show geknipt. Ja, zou het? Er zijn wel heel veel muziekjes en reclame en... Ja, we krijgen weinig gezendheid, Joost. Ja, ik ben bang dat ze ons eruit knippen. Je zet een YouTube-video aan en ze zijn erbij. Hij doet zijn petje af en dan kan hij nog 1 keer goed proberen met zijn inhammen, maar dat gaat hem niet worden. Nee, het is wel jammer dat we nu Big Jossa hebben gemist live op de radio. Ja, of het is ons bespaard gebleven. Maar goed, volgende week zijn we er gewoon weer bij. Wel, volgende week ben jij er gewoon weer bij. Ja. Ja, ik snap je keuze, maar ik vind het wel jammer. Ik wil het niet, hè? Jij hebt maar uitgewerkt. Ja, dat lukt me redelijk. Waar is het? Is het hier? Hoi! Hey! Hoi. Oh, wij waren gewoon even benieuwd of wij onder onze werkverplichting uit konden komen door 2 sprekende lookalikes in te zetten. Ik heb het zo warm! Hij is zelfs dezelfde vleespet als ik geschoren. Ja, heb je dat speciaal hiervoor gedaan? Ja. Wat mooi, maar we hebben nog gezegd. We hebben nog gegoogeld. Van tevoren. We moeten ze echt niet in de war raken met de namen. Ja. Ja, en dan toch er vol intrappen.
Joost, je bent niet de enige die gaat stoppen. Ik heb namelijk besloten om er ook een punt achter te zetten. Dus dit was ook dit zijn mijn laatste seconden op dit kanaal. Maar voor mij ook tijd om weer een nieuwe uitdaging te zoeken. Wij willen jou heel erg bedanken voor het kijken al die jaren. Ja, nee, 100%. We hebben honderden video's gemaakt. Gierengast video's, anti-bucketlist, nog heel veel andere series. En jullie hebben altijd gekeken. Nog een heel klein groepje over. Dus vooral jullie diehards, dank jullie wel voor het kijken afgelopen 8 jaar. We hadden hier ook graag met Martijn gestaan. Ja, maar die is op dit moment nog herstellende. Die is even rust aan het pakken. Ja, en dan hopelijk kan hij binnenkort zelf hier weer verschijnen. In ieder geval, ga jij ook lekker nieuwe kant op. Ja joh, ik ga mijn eigen weg op. En jij gaat onafhankelijk content maken. Ja, we vragen natuurlijk af, wat gaat met het kanaal gebeuren? Ja. Bram blijft gewoon. Ja. En Bram blijft niet alleen, want er komen 2 hele nieuwe leuke mensen bij. En misschien nog wel meer. Dus het kanaal gaat zeker door. Ja. Maar dan zonder ons. Vanaf volgende week dus te zien, nieuwe gasten. Geen gierengast meer, maar nieuwe gasten. In ieder geval nogmaals heel erg bedankt. En tot ooit. Ja. Dat is mooi, man. Ja, toch? Ja. Awkward.